En het is echt omdat ik aan het eind van mijn opties ben. Ik heb al een paar keer overlegd de afgelopen maanden, steeds besloten, we gaan het hier niet doen. We gaan eerst sporthallen doen. We gaan eerst met mensen in tijdelijke opvang, kortdurend, van sporthal naar sporthal. Maar nu was ik door mijn opties heen. Dus het was of toch dit doen, wat ik weet dat het niet leuk is. En niet wat er eerst afgesproken is. Ja, of ik moet mensen naar buiten sturen. Ja, en dat laatste is nog erger. En na die woorden barstte de bom bij een paar inwoners van Oranje. U gaat er vandoor? En toen eenmaal bekend werd dat diezelfde avond nog twee bussen met asielzoekers zouden komen, werd de weg geblokkeerd. Ik bleef voor die auto staan. Die man die trok me ervan weg. We zijn een hartstikke gastvrij dorp, maar bij de 700 moet wel eens genoeg zijn. Dan zijn de andere gemeentes aan de beurt. En zelfs voor Oranjenaren is nou de maat vol. Weer wij, weer in het kleine Oranje. Ze hebben het nu al over 700 extra man. Het is niet normaal. Uiteindelijk werden de blokkades opgeheven en konden rond 2 uur afgelopen nacht 2 bussen met asielzoekers alsnog het centrum in Oranje bereiken.